krissend in groep 7 en is hard aan het werk in de schooltuin. De prille tomatenplantjes vragen erg veel water. In het kader van het techniekproject wil Chris graag zijn eigen tuinsproeier maken. Met behulp van het World Wide Web vindt hij een community van mensen die zelf sproeiers maken en online hun plannen delen. Met behulp van open source hardware, software en een aantal sensoren lukt het Chris om een eigen tuinsproeier te 3D-printen en in elkaar te knutselen. Dankzij de weersinformatie van het internet gaat de sproeier vanzelf aan als het droog blijft en blijft hij uit als het gaat regenen. Ook Chris deelt online zijn plannen met de community. De Maker Movement is een beweging waarbij mensen ICT, innovatie, creativiteit en techniek combineren om iets te maken. Waar fabriceren eerst vooral was voorbehouden aan bedrijven, onderzoekers of wetenschappers, is dit eigenlijk nu beschikbaar voor iedereen. Het is een soort technologische afsplitsing van de do-it-yourself cultuur en stelt dat iedereen in staat is om praktische vaardigheden aan te leren om te gebruiken in eigen ontwerpen. Het is een vorm van informeel leren, waarbij personen, vaak in gezamenlijke projecten, iets willen maken. En dat iets dat kan van alles zijn, van een sleutelhanger tot elektronica of van een film tot een drone. Het is eigenlijk nog nooit zo gemakkelijk geweest om te maken. Door digitale middelen zoals microcomputers, 3D-printers en sensoren te gebruiken en deze te verbinden aan het internet, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Binnen de Maker Movement zijn er 3 gebieden die tegenwoordig veel toegankelijker zijn dan een aantal decennia geleden. Fabricating is het fabriceren van iets, in de meest brede zin van het woord. Zoals bijvoorbeeld het breien van een sjaal, het bouwen van een vogelhuisje of het kleien van een vaas. De 3D-printer is een mooi voorbeeld van nieuwe technologie om iets mee te maken. Op de computer maak je eerst het ontwerp in een 3D-tekenprogramma en vervolgens kun je het 3D uitprinten. Het ontwerp kun je vervolgens weer delen via het internet, zodat anderen het kunnen gebruiken of kunnen aanpassen. Physical computing is het kunnen gebruiken van de technologische hardware, zoals bijvoorbeeld een computer, een router of een robot. Tegenwoordig is hardware zeer goedkoop en laagdrempelig beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Raspberry Pi, de Lego Mindstorms of de Makey Makey. En ook zijn er speciale kits, zoals de Bendu Box of de Kano. Makers vinden eigenlijk dat je technologie moet leren gebruiken om problemen op te lossen, maar ook dat je niet bang bent om met technologie te spelen of te experimenteren. En ja, het kan soms fout gaan, maar daar leer je weer van. Programming of programmeren is het schrijven van instructies die de computer moet kunnen uitvoeren. Deze instructies worden ook wel code genoemd. Leren programmeren betekent eigenlijk dat je op een bepaalde manier probeert logisch na te denken. En er zijn al zeer verschillende programmeertalen beschikbaar, zoals Python, JavaScript of PHP. Tegenwoordig is leren programmeren zeer eenvoudig en intuïtief en zijn er al vele websites en apps beschikbaar die al voor jonge kinderen geschikt zijn. Gereedschappen en technologieën zijn dus steeds betaalbaarder en toegankelijker en de groep makers groeit gestaag. Dale Doherty onderscheidt 3 groepen makers. De eerste is van nul naar maker. Iedereen moet ergens beginnen, maar het begint over het algemeen met inspiratie om iets te willen maken. Dat moment waarop je niet alleen maar consumeert, maar ook echt iets wil produceren. 2 belangrijke aspecten voor deze stap zijn de drive om iets te willen maken en toegang hebben tot de nodige materialen. Van maker naar maker. Het onderscheid van deze groep is dat makers beginnen samen te werken en de expertise van anderen beginnen te benutten. Bovendien ervaart deze groep makers de drang om zichzelf te blijven verbeteren en begint ook online bij te dragen. Van maker naar markt. De uitvindingen en de kennis groeit en groeit en sommige uitvindingen zijn interessanter voor een grotere groep mensen dan de oorspronkelijke makers alleen. Sommige zijn zelfs commercieel interessant. Zelfs als slechts een klein percentage makers marktmogelijkheden nastreeft, kan de impact groot zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit crowdfunding sites zoals Kickstarter, waar iedereen met een goed idee geld kan inzamelen voor innovatie. Een aantal mooie voorbeelden van succesvolle Kickstarter projecten zijn de Oculus Rift, de Zeno Drone, de Primo kleuterrobot en de Pebble Smartwatch. Maar de meeste makers hebben helemaal niet de intentie om rijk of beroemd te worden. De Maker Movement is vooral ook een sociale beweging om mensen over de hele wereld met gezamenlijke interesses met elkaar in contact te brengen. Veel makers hebben de behoefte om elkaar daadwerkelijk te ontmoeten, bijvoorbeeld in een makerspace of een fabrication lab. Zo'n fablab is een atelierachtige ruimte met diverse machines en technologische mogelijkheden waarmee je bijna van alles ontworpen en gerealiseerd kan worden. Iedereen kan naar een fablab gaan om iets te maken met behulp van hun tools.
De meeste fablabs beschikken over 3D-printers, laser- of waterstraalsnijders, diverse elektronica en nog veel meer. Voor veel makers de ultieme rijke leeromgeving. Makers vinden dat je het beste kan leren over wat dan ook door het zelf uit elkaar te halen, kijken hoe het werkt en deze kennis te gebruiken om nieuwe, interessantere dingen te maken. Of, zoals hun motto al stelt, if you can't open it, you don't really own it.